Oké. Ik heb dit dus nog nooit gedaan. Maar ik ga het vandaag proberen om te vloggen in een auto. Ik zie mensen dat altijd doen. Oh, hier. Dan maak ik mijn eerste fout met muziek stond te gaan. Nu zou ik eigenlijk een plekje moeten hebben om dit ding neer te zetten. Hoe doen ze dat altijd, joh? Zou dit gaan? Jullie zitten nu op mijn stuur. Kijk, als ik stuur, dan beweegt hij mee. Maar ik weet niet of dit werkt. Ik ben er niet goed in houden. Nee, dit gaat niet. Wacht, ik vertel zo wel. Nou, inmiddels heb ik even een cameraman opgehaald. Want ik snap eigenlijk niet hoe die mensen dat altijd doen met dat filmen tijdens het rijden. Of mijn auto is daar niet voor gemaakt. Of zijn we er een speciale auto voor. Maar in ieder geval, we zijn op dit moment op weg naar Rotterdam. Want daar speelt vanavond mijn clubje, mijn PSV. Mijn wedstrijd zit tegen Excelsior. En jullie weten, PSV is mijn club. Ik vlog nu tegenwoordig voor PSV. Al het fucking veel positieve berichten. Sowieso, thanks iedereen daarvoor. Maar dat is eigenlijk waar het nu helemaal niet om gaat. Het gaat wel om die wedstrijd, maar we gaan eigenlijk een beetje sfeer proeven daar. Want zoals sommigen van jullie wellicht al weten, zaterdag 8 oktober speelt Creators FC, een team van allerlei YouTube creators, dus allerlei mensen van YouTube die meedoen. Roelie doet mee, Matty is gepromoveerd tot assistent coach. Ja, we weten allemaal wat met Matty gebeurd is. Ponkers doet mee, King Alert, YouTube, The Boys van Supergaande, nog veel meer gasten. En wij gaan met z'n allen op 8 oktober in Stadion Woudestein, oftewel het Excelsior Stadion waar wij nu naartoe gaan. Tenminste, als ik nog goed ruim voor is de TomTom, ja dat doe ik. Gaan wij daar een wedstrijd spelen tegen het RTL Sterren team. Dus dan ga ik even Humberto Tan dollen, een panna uitdelen bij Dave Roelvink en gepasseerd worden door John Williams. Bewijzen van dat. Kaartjes kopen kan. Via de link in de beschrijving kunnen jullie allemaal lekker een kaartje kopen als je graag wil komen. En het is ook nog super vet, want al het geld dat wordt opgehaald gaat niet naar ons, maar een goed doel. Dus dat is helemaal mooi. En ondertussen komt er rechts van mij een ambulance. En aangezien ik daar graag niet in wil liggen, heb ik niet opletten. Hallo meneer de ambulance. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. Don't do drugs. Geen drank en verkeer tegelijk. En alcoholverkeer. En oh, nog meer zwaailichten. Weer de politie. Die reden hier ook. Dit is paniek. Ik ga maar gewoon twee ogen op de weg houden. Je kunt veel zeggen over Rotterdam, maar dit ziet er echt fucking vet uit. Het is er nog op camera, wat altijd kut is. In het echt is het nog 10 keer mooier. Goed zo! Over een week maak ik er hier ook een. Gaan wij dus over anderhalve week ook spelen, 8 oktober. Ik hoop dat ik hier ook ga scoren. Net zoals Lucky al heeft gedaan, net zoals Bruins volgens mij voor Excelsior deed. En net zoals Narsing de eerste maakte. En dan hoop ik dat jullie daar op de tribune zitten om te juichen. Het is niet heel licht meer, maar achter me zie je nog het stadion. PSV heeft gelukkig gewonnen met 3-1. En nu loop ik dus als winnende supporter het stadion uit. Hopelijk is dat over 2 weken ook zo. Een week nog maar inmiddels. Als wij hier zelf gaan spelen, ik hoop het. Ik denk dat het ook gebeuren, de tweede keer vandaag. Wat zit je nou in te zoeken? Oh, net geen 50 euro. Voor die 50 jaar, voor die 50 jaar, moed op! Daar sta ik uit op, hè? Komt er niet uit. Doe je even die dab? Doe je even die dab? Dat. Mijn ogen is niks aan. Oké, ik ga hem hier afsluiten vanuit de auto. Nogmaals, jullie kunnen ons dus in actie zien. Wij als beestje team. Onze linksback Roelie.
ik in spits, je boy VV Bas achter ons op 10. En nog al die andere YouTubers, ik zal ze hier beneden even in de beschrijving zetten. Ook is de link naar de kaartverkoop hier in de beschrijving. Al het geld gaat naar het goede doel, dus dan steun je er ook nog eens mee. 8 oktober, 1 uur in Rotterdam, in Stadion Woudestein. In ieder geval, vandaag zat de sfeer er goed in. En ik weet zeker dat jullie dat ook kunnen doen. Bedankt voor het kijken, even duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Joejoe.